Goedemorgen. Max Verstappen wist zich na een flinke periode in de Formule 1 in 2021 zich te kronen tot wereldkampioen Formule 1, waarmee zijn doel in de koningsklasse voltooid werd. Alles wat er vanaf nu nog bij komt, is een bonus voor de 24-jarige Nederlander. En Christian Horner ziet hoe die titel in Abu Dhabi de Limburger bevrijd heeft. Tos Verstappen zelf al vaak heeft aangegeven, is zijn doel in de koningsklasse bereikt en ziet hij alles wat hij nu nog pakt aan titels als een extraatje. En hoorder, ziet hoe dat de Nederlander heeft doen veranderen. Ik denk dat het hem op heel veel punten bevrijd heeft. Die verwachting van het wereldkampioen moeten worden, nou dat heeft hij nu bereikt. Dat staat nu op zijn CV en alles wat er nog bij komt is een bonus. Zo zegt de Britse teambaas in gesprek met ons, GP-fans. Hij is een allrounder geworden, meer ervaren en hij kan de druk ontzettend goed aan. En dat is opmerkelijk voor een 24-jarige. Ik geloof dat hij in het algemeen ook continu aan het evolueren is. Max is in staat om veel kampioenschappen te winnen. Het is nu aan ons om hem het juiste materiaal te geven om dat te bereiken. Ja, over iets meer dan een week is het weer tijd voor de Grand Prix van België. En de organisatie wil dit jaar, zoals eerder gemeld, hard terugslaan. Maar daarvoor komt het wel met een aantal regels om de festiviteiten zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Ja, er worden zo'n 150.000 uitzinnige Oranje-fans verwacht op het Belgische circuit. Een klein deel van de Nederlanders die wist het echter nog in Oostenrijk te verzieken voor de rest. Toen er verhalen naar buiten kwamen over ja, flink beschonken Oranje-fans die zich onder meer racistisch en seksistisch uitlieten tegenover andere bezoekers. Het zorgde voor een stroom aan kritiek binnen de Formule 1. De Formule 1 kwam zelf al met een speciaal beleid om dit soort acties uit te bannen. En ook in België proberen ze nu aan de hand van een aantal maatregelen om het feest voor iedereen leuk te maken. Er wordt namelijk op Instagram gehamerd op respect richting andere fans. En ook wordt er medegedeeld dat het niet mogelijk is om eigen alcoholische dranken mee te nemen op het circuit. Er wordt enkel op het circuit zelf nog wel een alcoholische versnapering verkocht. En de Grand Prix van de Verenigde Staten keert dit jaar voor de tiende keer terug op uh, die Circuit of the Americas. De race die vorig jaar een record aantal bezoekers trok richting Austin zal dat vieren met een spectaculaire upgrade aan het circuit in Texas. Nou, dat vieren doet de organisatie onder meer door het aanbrengen van een spectaculaire upgrade, namelijk een compleet nieuwe gigantische tribune die vlak na de eerste chicane in sector 1 wordt geplaatst. Nou, deze tribune moet zorgen voor een zo dicht mogelijke actie voor de ultieme racefan. Was hem dan het GPF nieuws van de vrijdagochtend. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder. Vergeet je ook zeker niet te abonneren. Dit kanaal. Hoi.